Hallo, hier Link 2155. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Darksiders 1. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag weer lekker met de verhaallijn verder. We wijken ook nergens vanaf. We gaan gewoon alle ins en outs eruit proberen te plukken die we dus gaan doen in Darksiders. Goed, ik hoop dat jullie het natuurlijk kan vermaken met Darksiders. Dan zou ik vriendelijk willen vragen. De laatste seconde eventjes natuurlijk te wachten. En dan krijg je rechtsboven in beeld krijgen dus een logo van mij te zien waardoor je dus met een muis of met een vinger kan aanraken. En dan kun je dus eventueel abonneren op mijn kanaal. Goed, let's get started. Welke auto? Het veert ook nog dat ding. Mocht je nog niet bekend zijn met Darksiders 1, bij deze is het mooi gelegen. En er is... Ja, ik ken. Zelfs gewoon voor containers krijg je de zielen van. Ja, dat is een oude auto van. Ja, toch wel. Oké, jongens, waar is de clue? Hier was de clue. War, why don't you introduce yourself? Was ik net van plan? Yeah.
Dat is wel leuk, de beker pakken. Hoppa. Nee, ben je niet vergeten. Dat vind ik, loop ik wel lekker weg, man. Oh, ik hoor gewoon dat vanaf. Ja, dat is wel. Niet aan de jaren slaan, daar heb ik ook niet tegen. Ja, dat waren we al achter. Hè. Nou, de lift, alleen niet zo snel, denk ik. Zo dan, kun je ook gewoon met daar doen. Oh, moest ik hier niet heen? Nee, dat doe ik niet zo wel eens niet. Fuck you! Jammer in het spel, hè? Daar lopen de poppetjes en hier zie je de schaduw. Wel andere trouwens, aan de kant. Ja, een beetje jammer. Als je even moet bijwerken.
meteen aan zet en dat ook op de gitaar houden. Dan moet je allemaal weer nieuw laan leren. Ja. Zo doen ze al zijn chaos weer afgenomen. How long was I gone? In Earth years, about a century. Long enough for the last of the mouth breathers to die off. Then, the Third Kingdom is lost. Volgrim. The Council finally took me seriously. If so,
You're surely not empty-handed, for this shall be the briefest of introductions. There were a few young ones. Spectacular. You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Feed my hunger, and I'll feed your curiosity. We got a deal. Heel leuk voor 100 souls. Nee, maar dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Demon Trinket that reveals the location of all nearby chests in the map. Nou, dikke mooi zeg ik. Hier map, oké. Hier hebben we wat, daar is wat, daar is wat. Nou, op zoek naar de kistjes dus. Ben je? Oh zo. Okay. Oh, maar nog veel zo'n zin of zo, hè? Hop. Verloren zeg ik. Hey. Haha. Zo. Even lekker schoon spoelen. Hier kunnen we niks natuurlijk mee. Dat wil we zien. Hop. Inderdaad, we kunnen hier niks mee. Oh, dat is een artefact. Artefact. En zij werken in de artefact. Dat is een chance voor de end of days. We tend to welcome and he will watch you.
Dang, er zat er wel wat. You son of a bitch. Ik heb gewonnen. Dat is gewoon een miscalculatie. Nou. Al die leuke blauwe dingetjes die je daar in de lucht ziet, kun je gewoon nog niet bij. Dat is gewoon een lekker aan de gasten, zegt hij. Vulgrim's hunger. Now, maybe he'll feed our curiosity. Die van jou, die van mij niet zo. Zo, ik kan nog wel even wachten. We gaan eerst nog even dit. Let's go!
Ik heb het vergeten. Oh, serieus. Het lijkt er maar een beetje over alles wat je dus kapot loopt. Hallo. Alles wat je dus kapot loopt of kapot maakt, als geeft je gewoon zieltjes. Oké, dat is erg simpel bedacht. These ancient gates have a mind of their own. But with this, you may reach an understanding. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say, a threat. You will find he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your while. You're welcome. Goed. We gaan deze grote jongen, die gaan we dus de volgende keer eventjes aan de kant werken. Ja, kom jij er ook nog eens aan, man. Nou, Virgil doet ook gewoon weer lekker mee, natuurlijk. Hij deed al... Eerder ben je natuurlijk, hij is op deel 1 en doet gelukkig nog tot deel 3, doet hij wel mee. Goed, nou, ik hoop dat jullie weer hebben kunnen vermaken met Darksiders 3 natuurlijk. Correctie, Darksiders 1. En zo ja, dus ook vriendelijk willen vragen, dus een duimpje omhoog en een duimpje omlaag. Nou, zet er wat leuks bij de beschrijving neer natuurlijk, mocht je dat leuk vinden natuurlijk. En je krijgt natuurlijk 100% dan weer terug. Deel met je vrienden, deel de filmpje met je vrienden en vriendinnen en familie kennen ze die Darksiders 3 willen spelen of ergens mee pas in komen te zitten of niet helemaal uitkomen. Maar dan is dit een mooie gelegenheid om te sturen natuurlijk. Ook voor mij natuurlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, des te leuker ik voor jullie kan maken met Darksiders 1. Mocht je niets van willen missen, dan zou ik zeggen, druk op mijn logo die straks weer in beeld komt. Daar kun je natuurlijk... Nou, dan kun je dus abonneren op mijn kanaal en dan zie je geen filmpje meer van Darksiders 1 meer missen of welke filmpje dan ook. Link 2155 gaat afsluiten en tot de volgende keer in de volgende aflevering van Darksiders 1. Ja, Darksiders 1.